coronacrisis eigenlijk zijn er heel wat pijnpunten van de sector naar boven gekomen. Pijnpunten waar dat wij al tientallen jaren tegen kampen en mee aan het vechten zijn. Maar de regering die heeft nooit geen oor gehad voor ons. En nu met de coronacrisis zijn al die pijnpunten echt helemaal blootgelegd, maar ook voor iedereen. En daarom is de bedoeling dus dat wij nu vandaag actie voeren. Want wij hebben van heel de bevolking heel veel applaus gehad. En dat was echt hartverwarmend. Dat heeft ons deugd gedaan en dat heeft er ons ook, denk ik, voor een groot stuk doorgesleurd. Maar anderzijds, de regering zegt ook wel, je bent een held, maar daar blijft het wat bij. Ja, aan de regering hebben wij een heel duidelijke eis. En dan willen wij ook wel weten van, zijn wij helden? Het woord dat wij op zich niet zo graag horen. Want u hebt het daar juist ook gehoord van onze directie, die de actie heel erg ondersteunt. Wij zien onszelf niet als helden. Want wat hebben wij gedaan afgelopen maanden? De zorg gegeven aan de bevolking die ze verdienen. Dat is onze job, zorg verlenen. Maar wij vragen ons nu af, wie zorgt er voor ons? En daarom hebben wij heel belangrijke eisen. Wij willen een volwaardige 13e maand. Wij willen meer loon, dus de volledige uitrol van het IFIC-pakket. Dus het is niet dat die zaken niet gekend zijn bij de regering, die problemen. Die zaken zijn allemaal al uitgewerkt. Wij willen meer personeel, zodat de werkdruk daalt. Er zijn nieuwe rapporten binnen, dus die dat bewijzen dat de werkdruk weer aan het stijgen is de afgelopen jaren bij het personeel in de zorgsector. Dus het is heel belangrijk dat er voor iedere medewerker in zorg, welzijn en cultuur een nieuw non-profit pact komt. En waarom noemen wij het een pact? Omdat dat straffer moet zijn dan een gewoon eisenbundel. Het moet er komen. En dat mede ondersteun van de bevolking zal de regering nu zijn ware aard moeten laten zien. Of dat ze wel degelijk respect hebben voor de werknemers in zorg en welzijn. Of dat het maar voor even is.